Ja, toen we in 1982 in Baarn kwamen wonen en ik ging me hier een beetje thuis voelen, toen ontdekte ik hoeveel interessante schrijvers en andere kunstenaars hier gewoond hebben. Onder meer kwam ik tegen Henriette de Beaufort. Zij is een schrijfster die iets voor mij betekend heeft, want ze schreef ook een boek over Willem van Oranje. En ik ontdekte dat ze gewoond heeft, hier zelfs geboren is, in het oude burgemeestershuis van burgemeester de Beaufort. Waarschijnlijk hier in een van die mooie kamers op de eerste verdieping. En de eerste 6 jaar van haar leven woonde ze hier, totdat haar vader burgemeester werd van Den Haag en ze vertrokken zijn. Ik heb dus met de serviceclub Zonta geld opgehaald om een bordje te maken. En dat bordje dat zit nog altijd tegen de pui hier. Het is in 1993 hier bevestigd. Onthuld door een van de meesters van Henriette de Beaufort. Ze kreeg privéonderwijs. En haar meester die er een paar keer les heeft gegeven is ook een bekende in Baarn. Dat was meester Pluim. We gaan nu even naar het bordje kijken. Het is maar heel klein en zit ook nog achter een struik. Jonkvrouw Agatha Henriette Maria de Beaufort, in het dagelijks leven werd ze Hetty genoemd, werd op 13 oktober 1890 geboren op het landgoed Peking in Baarn. In een gloednieuwe villa die haar vader, de burgemeester van Baarn, jonkheer Binnert Philip de Beaufort, had laten bouwen op de plek waar eerder een van de bezienswaardigheden van Baarn stond. En dat was Villa Peking. Zij was de jongste van de 3 kinderen van de jonkheer. En had er naar eigen zeggen een prachtige jeugd. Ze was veel buiten en bracht vele gelukkige uren door met haar vader, die een groot verhalenverteller was. Het was dan ook niet vreemd dat ze de verhuizing naar Den Haag verschrikkelijk vond. Daar was haar vader in 1896 tot burgemeester benoemd. Hetty was toen 6 jaar oud. En ja, vanaf dat moment was het afgelopen met de leuke momenten met haar vader. Het burgemeesterschap van Den Haag was wel wat anders dan dat van Baarn. Het vergde veel meer van hem. En Hetty voelde zich daar doodongelukkig. Ze was stadsziek, volgens de huisarts, die wandelen in de Scheveningse duinen en op het strand als medicijn voorschreef. Haar wereld stort volledig in als haar vader in 1898 heel onverwacht aan een longontsteking overlijdt. Hij is dan nog maar 46 jaar en Hetty 7. Samen met haar moeder en haar 2 broers verhuizen ze naar het familielandgoed Mariendaal in Oosterbeek, waar haar grootmoeder en enkele tantes wonen en waar ze voorheen regelmatig ging logeren. Ze geniet weer van het buiten zijn, hoewel ze haar vader natuurlijk enorm blijft missen. Veel vriendjes en vriendinnetjes had Hetty niet. Ze ging niet naar school, maar kreeg thuisonderwijs. In Baarn was dat van de bekende meester Pluim en in Oosterbeek van verschillende buitenlandse gouvernantes. Zo leerde ze in ieder geval heel goed haar vreemde talen spreken. En bovendien leerde zij ook goede manieren. Zoals dat gebruikelijk was voor kindertjes uit adellijke families. Ze was 16 toen haar moeder in 1907 overleed. Die moeder die kwakkelde al jaren met haar gezondheid. Haar tante, Henriette van Eck, de zuster van haar moeder, trekt zich het lot van Hetty aan en denkt na over haar toekomst. En zij beslist dat Hetty voor 2 jaar naar een meisjesinternaat in Genève gaat. En achteraf blijkt dat een hele goede beslissing, want voor het eerst komt Hetty, ze is dan al 17, echt in contact met leeftijdgenoten. Met wie ze kan giechelen en met wie ze kan kwekken. Ze heeft in Zwitserland veel plezier, maar ze komt er toch ook achter dat ze haar leven meer structuur zou moeten geven om er iets van te maken.
Ze mocht niet naar de universiteit. Je moet niet vergeten, ze werd geboren in 1890. Nou, toen was een vrouw nog handelingsonbekwaam. Ze had geen kiesrecht. Ze was helemaal afhankelijk eerst van haar vader en moeder en vervolgens van haar echtgenoot. Ze kon geen zelfstandige beslissingen nemen en op de universiteit was ze helemaal uitgesloten. Maar zij dacht, dat doe ik wel. En ze liet zich inschrijven als toehoorster bij de colleges geschiedenis, filosofie en Nederlandse literatuur in Utrecht. Nou, dat was al een hele stap in die tijd. Als een meisje zoiets deed, waren er al een heleboel mannen die zeiden, wat, een geleerde vrouw? Dat moeten we dus niet hebben, dat is niet chic. Nou, zij deed het wel en ze is journaliste geworden, ze is schrijfster geworden. En in 1950 verscheen dit boek, waar ik echt heel veel aan heb gehad. Ze kreeg daar in Utrecht nieuwe vrienden en vriendinnen. En ze leerde daar ook haar toekomstige echtgenoot kennen, Herman Laman Trip. Een jonkheer, een advocaat, die bijna 10 jaar ouder was dan Hetty. Ze werden verliefd op elkaar en trouwden. In 1914 in grootse stijl in Oosterbeek. Het was volgens de krantenberichten het laatste huwelijk in Gelderland met uitsluitend eigen equipages. Met koetsiers en palfreniers in getreste livreien. 8 rijtuigen met 8 span paarden. Ze maken een lange huwelijksreis naar Ierland en vertrekken vervolgens zeker voor een half jaar naar Amerika. In het gevolg van de Leidse hoogleraar en volkenrechtdeskundige Cornelis van Vollenhoven, die zijn grote vriend Laman Trip had uitgenodigd hem als particulier secretaris te vergezellen. Later, het is dan 1954, schrijft Hetty een biografie over deze hoogleraar staats- en administratief recht in Indië, Suriname en Curaçao. Haar man, Herman, zal dat helaas niet meer meemaken. Die overlijdt al in 1928. Het huwelijk van Herman en Hetty blijft tot hun grote verdriet kinderloos. Maar aangezien ze allebei heel veel van kinderen houden, besluiten ze in 1924 een herstellingsoord voor kinderen op te richten in de Beierse Alpen. Dat doen zij met het geld dat zij hebben verkregen uit hun erfenis. In dit sanatorium, Hohes Licht, worden kinderen van Nederlandse en Duitse ouders opgenomen. En in de oorlog worden ook Joodse kinderen opgevangen die met valse papieren naar Zwitserland kunnen vluchten. In 1956 verkoopt ze het sanatorium aan de Duitse Lutherse Kerk, die er een vakantieoord voor werkende vrouwen van maakt. Hohes Licht bestaat overigens nog steeds. In datzelfde jaar, 1956, verhuist zij van Amsterdam naar Villa de Beukenhof in Bennekom. En daar overlijdt Hetty op 26 maart 1982, ruim 91 jaar oud. Henriette de Beaufort heeft 19 boeken geschreven. Daaronder bevinden zich tal van biografieën, zoals van Joost van der Vondel, de Noorse poolreiziger en Nobelprijswinnaar voor de vrede Fridtjof Nansen, de eerder genoemde Cornelis van Vollenhoven, Rembrandt, koningin Wilhelmina en Willem de Zwijger. Die laatste biografie is een belangrijke inspiratiebron geweest voor Thera Koppens, die ook een biografie over de vader des vaderlands heeft geschreven. Maar het meest beroemd is zij toch geworden met de biografie van Gijsbert Karel van Hogendorp, waarmee zij in de Tweede Wereldoorlog was begonnen en dat in 1948 verschijnt bij uitgeverij Ad Donker in Rotterdam. Ik vond het dus fantastisch dat ik ontdekte waar ze geboren was en dat ze hier door de Pekingtuin en ook hiervoor op de Torenlaan, dat toen nog allemaal bos was, met haar nanny heeft rondgelopen. Eerst in de kinderwagen en later de eerste stapjes in die mooie witte katoenen jurken. Ja, dat kun je zo goed voor je zien. En dat schept over de jaren heen toch een band met haar.